Ding, mama fra, sami abi, na, fa, wo, bai, a, lede in die zin. Lotgenoten, in elkaar doen lotgenoten, lotgenoten nono. De man die hou op aan corruptie. Weet je schrijf die, de man met wat soort herstructureringsprogramma. En if je leest dat programma, boom, daar is je een law, massa tegen, corruptie in Nassani. Je moet make money back. En dat is een gevaar, sorry. En dan met de woman over de IMF deal, psa, dus next normaal psa. Alles aan zijn met ik kom tot een herschikking. We vieren in u. We vieren in u. Strijd. Oyerekba, dat is een nang. Na inflatie is dat op de derde plaats. Derde plaats over de hele wereld. Een hoogste inflatiecijfer. En moeten we dat accepteren, mensen? Moeten we dat accepteren? Wat denken ze wel? Dat wij als Surinaamse volk dit gaan accepteren? Laat hij weten. Als hij dat beleid niet wijzigt, blijven we op straat. We blijven op straat en we gaan die strijd voortzetten. En de matagi heeft morgen minder smak om jaso. Dat betekent dat ik naar baka beleid voor meneer Bouters. Akroda! Weg met Bouters! Weg met Bouters! Weg met Bouters! O, accident! O, pot toussani! O, denk je dat ik hier nog? Zeg een stoep daarin! De voeren ui! Tapanga staat in IMF! De kotei niet aki! Hoe de politiek bezig. Met de pikuno, dat je van acquisie, zei hij met, acquisie voor het konde. Van op poeruno, in acquisie dat. Wat nou nou de regering, we gaan doen niks met zijn forum. Asamna, IMF etak. Welkom bij het gebouw van de Nationale Assemblée. Welkom, jullie zijn van harte welkom. Van harte welkom. We vinden het jammer dat jullie hier verwelkomd worden met zoveel politiemacht. Dat is niet de bedoeling. En ik heb in ieder geval aan de voorzitter van het parlement duidelijk gevraagd dat het om een vreedzame betoging gaat. Dat jullie ten aller tijde toegang moeten hebben tot het parlement. En dat zoveel politiemacht niet nodig is. Maar ik ben blij dat jullie alle ruimte krijgen. We ondersteunen jullie actie. En de De griffier heeft een boodschap. Ik nodig die uit om naar binnen te komen. Ze zegt dat de voorzitter jullie uitnodigt. Geef het even door. Om naar binnen te komen. We gaan niet naar binnen komen. We gaan de persoon hier ontvangen. Als het kan. Waarom kan ze niet daar komen? Wat is het probleem? Ik heb haar gevraagd, laat ze daar komen. Die president was toch op een wagen komen staan. Ze kwam, we gaan haar beveiligen. Ja, zeker. Ik ga beveiligen. Gaan wij over tot de orde van de dag, dan eisen we dat de Nationale Assemblée haar verantwoordelijkheid neemt en de regering tot de orde roept en eist dat de regering het beleid dat geleid heeft tot de volgende ernstige verstoringen in de samenleving onmiddellijk ombuigt. Deze ernstige verstoringen zijn respectievelijk meer dan 46% inflatie,
toenemende van de toename van de werkloosheid als gevolg van het sluiten van bedrijven, met name onder de jongeren en de vrouwen, de sterke afname van de waarde van de Surinaamse dollar, grote onzekerheid in vrijwel alle geledingen van het bedrijfsleven, sterke koopkrachtverlies onder de ambtenaren, de gepensioneerden en overige werkers, aantasting van onze autonomie door de zware voorwaarden en vernederende rapportageverplichtingen van het IMF. Mag ik u deze brief met eisen overhandigen? Ik heb het gehoord en ik ga u zeggen, de situatie is hard. Dat gaat niemand kunnen ontkennen. U zegt dat een deel van volk in Pida, wat een deel, een voordeel aan de situatie. En dat is ook niet goed. We willen het land zo vlug mogelijk uit dit moment halen. Ik wil het volk bemoedigen dat wij echt hard werken, zeker als Nationale Assemblée. We gaan elke eis van IMF onderzoeken en we gaan niet toestaan dat eisen van IMF ons volk in de grond duwen. Wat we hebben begrepen tot nu toe en wat we gaan onderzoeken is dat doordat we bij het IMF zijn, we meer hulp hebben gekregen. Want grote delen van het volk die gaan hulp nodig hebben om door deze periode te komen, want ze gaan het niet zelf kunnen redden. Dus we willen een sociaal programma voor die samenleving met cash transfers, met misschien uitgebreidere kinderbijslag. We moeten nog horen van de regering. Ik denk dat het hele parlement daarvoor gaat pleiten. U weet dat we al hebben gepleit voor die verhoging, dat die nu nog niet ingaat voor die mensen beneden 450 kilowattuur. Allemaal dingen die van belang zijn voor dat volk. En dan gaan we zeker kijken, wanneer het geld binnenkomt, dat geld wordt benut, zodat eind van het jaar, wanneer de situatie langzamerhand beter wordt, volgend jaar, dat we niet meer nog een keer, weer voor de derde of de vierde keer in deze situatie terechtkomen, maar dat Suriname een stevigere economie zal hebben dan wat we tot nu toe hebben gehad. Dat voor wat betreft de protestactie wederom een geslaagde actie is. En ik roep vanuit deze plaats op Surinamers op om door te gaan met de strijd, omdat de strijd één is om Suriname beter te laten zijn, armoede te bestrijden, maar ook om te zorgen dat de regering gedwongen wordt om goed beleid en goed bestuur te voeren. Dus een geslaagde activiteit. Afhankelijk van de houding van het parlement, om de stem bij. Omdat die om begin was streng. Om begin was streng. En als streng, de nebbie periode. Maar we gaan overvaren. De eisen voor u realiseren.